heeft dan twee keer gewonnen van Nicholson op het podium, maar ja, je kan niet zeggen dat Nicholson is afgestraft beide keren. Nee, maar daar is Wade ook niet te spelen voor. Wade wint zelden een wedstrijd met 10-1 of 10-0 of dat soort dingen. Maar hij doet, zorgt er wel altijd voor dat hij gewoon aan het einde van de rit als eerste bij de finish is. Dat is zijn kracht. Ja, de halve kun je verwachten dat ook hier weer dicht bij elkaar zal zitten. We gaan het meemaken. Paul Nicholson begint aan de partij. Die gaat over maximaal 19 legs. Wie het eerste 10 legs wint, stoot door naar de kwartfinale. Kwartfinales die ook weer volgens dat principe gespeeld zullen worden. Pas daarna gaan we het uitbreiden. En James Wade is aan de wedstrijd begonnen. Nou, Nicholson was dat ook al natuurlijk. Wade deed het nog even een stukje beter. 58. Wade die al zijn groepswedstrijden won. Van Peter Wright, van Gary Anderson en van Wesley Harms. En die hier 5 triples erin heeft zitten inmiddels. 140. En de zesde net niet. Ja, dat was denk ik de zwaarste pool die er was. De pool van Wade. Dat is toch knap. Zeker nadat hij op de Masters zo onderuit ging, dat hij zich in zo'n korte tijd weer hersteld heeft. 129. Ja, of hij zich ook echt hersteld heeft, dat moet eigenlijk natuurlijk vandaag toch blijken. In de eerste leg heeft hij wel al meteen het voordeel gepakt ten opzichte van Paul Nicholson. 137. Die begon met winst op Painter, daarna die enige leg pakte die Taylor heeft moeten inleveren tot nu toe dit toernooi. De andere 5 gingen naar de power. Maar een tweede overwinning was er voor Nicholson tegen Stuart Kellett. Dat was do or die, die laatste groepswedstrijd. 100. James Urbaugh, 44. En nu is het James Wade die gaat proberen om Nicholson meteen te breken. Via tops. Via dubbel 10. Via dubbel 10, James Wade op 1-0. Second leg is James to throw first. Game on. Ja, de heren aan tafel hadden het eerder al even over de Premier League. En ik zat vandaag Twitter natuurlijk onder andere en de andere social media een beetje in de gaten te houden. En ik vond er wel een interessante tweet die ik er tussenuit haalde van Sky Sports zelf. De dartafdeling daarvan. Die natuurlijk ook even aankondigde dat er vanavond gegooid werd. En die zeiden, wat een avond, darten staat er voor de boeg. De broers spelen tegen elkaar, de power komt in actie, Lewis tegen Van Gerwen. Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat meer dan de helft van de Premier League line-up van volgend jaar op het podium staat. Dat ben ik eens even gaan tellen. Ik denk, ja, Taylor, oké, Van Gerwen, Lewis, die lijken wel zeker. Wade dan, hè, die pak je er ook nog bij. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat Kim Huibrechts daarmee bedoeld wordt. Dat die er ook bij zit. Ja, dan hebben we het nog niet over Gary Anderson gehad. Nee, maar ja, die staat lager op de wereldranglijst. Nou, het is voer voor speculatie in ieder geval. Dat in ieder geval. 135. James requires 74.
Mocht Wade 74 niet uitgooien, dan is er misschien wel een kans voor Nicholson vanaf 66. Hij krijgt één pijl voor tops. En gooit hem niet. De kans voor Nicholson dus om de plooien meteen glad te strijken. En die begint wel met de triple. Die mist de eerste pijl op de dubbel. En de tweede ook. 57. James Uruguay, 40. En dan moet hij ervan uitgaan dat Wade niet nog een keer zal missen. Maar het is wel mogelijk. Toch niet. James Wade. Ja, dat moest er toch even uit bij Wade. Het is pas de tweede leg. Ja, tops loopt nog niet, maar dubbel 10 redt hem voorlopig. Maar die reactie. Ik heb het idee dat hij er toch wel mee bezig is. Dat hij wel heel graag naar die kwartfinale wil. Nou, het zijn twee spelers die intensief spelen, alleen ze tonen het niet altijd. De adrenaline gaat natuurlijk ook bij deze mannen gewoon door het lichaam heen. Nou, Nicholson toont het toch wel over het algemeen? Nou ja, ook met juichen over het algemeen, ja. Maar niet tijdens een wedstrijd. Niet heel veel in ieder geval. Niet zoveel als vroeger. Nee. Ook Nicholson heeft er een gegooid nu. Ja, dit moet wel de leg van Nicholson worden. Want het is nog vroeg in de wedstrijd, maar 3-0 achterkomen. 53. Dat is niet het ideale scenario voor de Australiër geboren in Newcastle. Gaat redelijk gelijk op. Ja, Nicholson moet gewoon snel die eerste leg op het bord hebben. Hij is wel wat wisselvallig in deze leg ook weer. Hele lage score, 43, dan 180, dan weer 53, nu weer 100. Wade is wat gecontroleerder. Hij zit er dus ook weer dicht achteraan. Loerend op het kansje dat hij misschien krijgt van Nicholson. Hij krijgt het inderdaad. 105. James Uruguay 124. Dus haalt Wade door één keer diepe adem. Gaat staan voor triple 20. Triple 18 voor Bolzai. Triple 18 is gegooid en de Bolzai is niet gegooid door Wade. Dat was zijn kans op 3-0. De derde misser op een dubbel van Paul Nicholson. Gevolgd door de vierde en de vijfde. James Uruguay 25. En als hij zo doorgaat, krijgt Wade het eenvoudig vandaag. Hoewel. Game show the third leg. James ja, Wade. Dan heb je al twee breaks om je oren. Hij is zo goed met zijn derde dart, James Wade. Die zit er zo vaak in. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja, hij kan die druk dus heel goed aanklappen eigenlijk. Ja, en tot vandaag was het finisher van Paul Nicholson tegen 50%. Het gemiddelde was dan weliswaar niet zo hoog, maar als hij kansen kreeg, dan pakte hij ze dus over het algemeen. Wade
hoger gemiddelde dan Nicholson tot vandaag. 5 punten hoger zo'n beetje. Die finishte tegen 40%. Dat is voor Wade nog wel wat aan de lage kant, maar dat is wel goed. Daar kun je gewoon toernooien mee winnen. 140. En als Nicholson niet flink gaat rammen nu, dan komt hij ook nog 4-0 achter. Kijk, zoiets. 140. En hij gaat goed door. Hij gaat uitstekend door, Paul Nicholson. Nicholson met scores van 140, 140, 180. Dan heb je na 9 darts 41 over. En dan ga je in 11 darts uit en dan laat je zien dat je toch iets terug wil doen. Dat je breaks wil terugpakken. Dit is vast de eerste. Ook buiten het podium op de vloer is Wade Nicholson bijna altijd de baas. 100. Te kijken of die asset dat vandaag kan omkeren. Of hij zijn eerste overwinning op het televisietoernooi op deze man kan boeken. Hij heeft nog een break goed te maken. 123. En komt toch wel weer een beetje in gevaar in deze leg. En als je eigen leg weggeeft, heb je niet zoveel aan die break. 45. James Rippar 161. Hey! Zij ook weer blij. 65. Nou, weet dan zo dadelijk voor 76. En een 4-1 voorsprong bij de eerste pauze. Ja, dan geeft Nicholson het toch wel weer makkelijk weg. Hè. Dan gooit hij één hele goede leg van 11 darts. En dan daarna weer een leg waarin hij nagenoeg 60. Geen constantheid heeft. En dan is de man die dat wel is altijd in het voordeel. En dat is James Wade. Want 4-1, dan kun je gewoon de Chesterfield gaan opzoeken en lekker gaan zitten hoor. Hij moet toch nog even blijven staan. Ja, in deze leg verwacht je het ook niet van Nicholson dat hij 132 gaat uitgooien. Ja, het kan altijd. Maar het is de leg er niet naar. Bol eerst. Zijn enkele, dan moet het via triple 19. Four.
James Wade wil er 4-1 van maken. James Wade. Nicholson. Kijk maar niet. En Wade heeft nog één kans. En dat was best wel lastig. Hij kan niet geloven dat hij ernaast zit. Hij was inderdaad lastig te zien. Net ook al niet. Daar komt Nicholson heel goed weg hoor. Ik moet naar Ted Henkie gisteravond, vind ik die Wade ineens wel heel snel naar het bord lopen en weer terug. Ik heb mijn maatstaven veranderd, geloof ik. Nicholson voor 3-2. No score. Ja. Dit is dan toch wel weer dramatisch. Ja, en ook niet de eerste keer in deze partij. Wat staat hier inmiddels? 1 uit 9. En Wade 3 uit 14. Dat is ook niet al te best, maar wel de man die nu 4-1 voor kan komen. En nu krijgt hij bij de vijfde poging de dubbel 2 er wel in. En ja, is het voorlopig James Wade die deze wedstrijd controleert. Hier staat James Wade die Nicholson nog geen lek gegund heeft die door de Australiër werd begonnen. Ja, en inderdaad, de heer aan tafel zei dat nog geen 39 gegooid dit jaar. Koos hij, ja, op WK 2013 wel. Daar heeft hij gelijk in, maar Marcel had toch net even meer gelijk. Want die 39 van het WK van 2013 werd wel op 30 december 2012 gegooid. Dus in deze jaargang hebben we op tv er nog niet één gezien. UK Open natuurlijk Wes Newton, maar dat hebben we alleen van horen zeggen. Ik hoor trouwens dat jij wel eens in de halve finale van de Malta Open hebt gestaan. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht dat je altijd, dat altijd stil. Dat je maar een huis, tuin en keukendarter bent. Ja, ben ik ook. Malta is niet zo moeilijk, hè. Als je hier niet had gezeten, dan had je nu op Malta gezeten. Ja, absoluut. Ja, we gaan eens in de twee jaar met een vriendengroep altijd naar Malta toe. En dan doen we de Open Malta erbij. Dat wordt van dinsdag tot donderdag gehouden. Dat is lekker overzichtelijk. En we gaan van zaterdag tot zaterdag. Ja, ik moet wel zeggen, mijn teamgenoot heeft dit jaar in de halve finale gestaan. Dus, die heeft de eer hoog gehouden. Die heeft de eer hoog gehouden, Michel de Kuiper. Keurig gedaan. Hier gaat Wade alweer voor 5-1. Op de Wolverhampton Open. Oh nee, het is niet open. Het gaat allemaal op uitnodiging. En dan moet je aan bepaalde kwalificaties hebben voldaan. Game on. Vertel nog even hoe deze mannen hier gekomen zijn. Nou ja, als je de finales haalt van grote televisietoernooien mag je hier staan. Dus voor Wade, dat lijkt me duidelijk. Die haalt nog wel eens finales her en der. En Nicholson staat hier omdat hij samen met Whitlock, niet dit jaar, maar vorig jaar, in de finale van de World Cup of Darts stond. Daar is Wade. Wade wil er ook nog wel 6-1 van maken. 114. Overigens, jij zal dus, ondanks jouw goede prestaties in het verleden op de Malta Open, niet in de Premier League spelen aankomend seizoen. Nou ja, je weet het nooit natuurlijk, maar ik verwacht geen uitnodiging. Ik weet dat wel, nee. Dan hebben we vier mensen die ja, zo goed als zeker zullen gaan deelnemen. Taylor Lewis, Michael van Gerwen en Simon Whitlock. Ja, en ik vond het wel leuk om vandaag eens een keer andersom te doen. Normaal gesproken krijgen wij altijd vragen binnen en dan beantwoorden we ze keurig, zoveel mogelijk in ieder geval. Maar de speculaties zijn altijd wel leuk. Wie zijn die andere 6 die volgend jaar de Premier League gaan spelen? 6 namen. Of het hoeft niet eens zozeer te zijn dat je denkt dat ze het halen. Maar wie wil je in de Premier League van 2014 hebben? Gebruik Twitter daarvoor. Hashtag RTL7Darts. En laat het ons weten. Ja. We gaan een beetje meekijken. We gaan erover discussiëren gewoon vanavond. Dus wie vinden wij dat erin hoort? Taylor, Lewis, Van Gerwen en Whitlock hoef je niet meer te noemen. Nee. De top 4 van dit moment. Die gaan mee. Die gaan meedoen. Daar kunnen we veilig van uitgaan. 59. Ik denk toch niet Paul Nicholson. Nou, misschien zijn er heel veel mensen die dat wel willen. Het zou die nog kans publiek, maken? Hè? Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Het maakt niet uit of ze kans hebben. Nou, ik ben ook publiek. Nou, zou je hem erin willen of niet? Nou, zoals hij nu staat te spelen, niet. Oké. Okay. Maar streep door Nicholson. Nou, het Players Championship komt er nog aan, WK komt er nog aan. Wie weet, gaat hij ineens gek doen.
Hij kan het wel. Hij heeft natuurlijk de Players Championship Finals al een keer gewonnen. Hij kan het wel. Op dat niveau heeft hij nog niet veel gehaald. Ja, hij gaat Wade toch weer een kans op 150 geven. James Paul 150. Dank vast voor alle tweets die op ons worden afgevuurd. Met mogelijke Premier League deelnemers buiten de top 4. Ja, hij geeft Wade een kans op 150, zei ik. James Wade. Even like it's James the throw first. 150. Patat. Nou. Ik herinner me nog een wedstrijd gisteren waar het 6-1 stond voor... Wie was dat ook alweer? Oh ja, Simon Whitlock tegen Ted Henke. Het begint ook met een W. Oh. Ja, je kan je toch niet voorstellen dat dat soort krankzinnige dingen twee keer achter elkaar gebeurt? Nee, meestal gebeurt zoiets maar één keer per toernooi. Dus dat hebben we dit toernooi wel gehad. Vanaf nu gaat het wel gewoon weer zoals het moet. Hè. Als iemand al ver voorkomt, wint hij ook gewoon. Ja, maar zeggen wij nu dat Wade in de kwartfinale staat? Ja, nou wij niet, maar ik wel. Oh. Maar 97. Daar kun je absoluut niks aan ophangen. Want ik zei gisteren ook dat Whitlock in de kwartfinale stond. Ik had... De grafrede van Henkie bijna al geschreven. Ja, wij zaten ons wel af te vragen of we hem ooit nog zouden terugzien op televisie. 92. Doe eens gek, Ted Henkie in de Premier League. Het zou wat wezen. De kans is klein op dit moment, maar goed. 93. Als Twitter een beetje uitgeraasd is, maar dat zal nog wel even duren zo te zien. Vragen wij eens wat. Dan gaan we even inventariseren, maar dat is nog even lastig verlopen. Het is niet bij te houden. Dus even een blik op de gemiddelden. Wade, 95. Nicholson zit er helemaal niet zo ver onder, 92. Ja, het is wel even geleden dat hij nog eens een keer een dart op een dubbel heeft gehad. Ja. Dat was voor de pauze. 128. Dus is het absoluut aan Wade op dit moment. 118. Nee, die gaat niet raken. En dan kan Nicholson toch weer een breakje terugpakken. Dat deed Henkie gisteren ook. 40. Paul Unicorn 56. De blik omhoog. De blik naar rechts. Maar weer mis. Ja, en zelfs Wade staat er een beetje bij te kijken. Ja, als jij blijft missen. Ik vind het fijn. Want dan ga ik naar dubbel 12 toe. En ik heb nog die derde dart. Daar ben ik heel goed in. Ja, hij wel. Whitlock gisteren niet. Stond hij op 120, weten we nog. Kon hij ook CW maken. Deed het niet, dat was een historische vergissing. Zou achteraf blijken. Ik begin me toch zo langzamerhand een beetje af te vragen wat er met Paul Nicholson aan de hand is, Jacques. Nou, ze dacht niet, denk ik. Met naald de dubbels niet scoren is helemaal niet zo slecht. Maar... Wait, laat het eruit zien alsof het geen moeite kost ook. Ik bedoel, die doet de goede dingen op de juiste momenten. En Nicholson, ja...
begint zichzelf nu ook voor zijn hoofd te slaan. Hij heeft gisteren ook naar Henkie gekeken misschien. Hij heeft zijn dag niet, hij heeft zijn jaar niet. Nee, ja, misschien ook wel niet. Dat zou kunnen. Het is een goede speler hoor, Nicholson. Ja, ik ben wel een beetje fan van Nicholson. Ik denk, het is wel een speler die speelt, zeg maar, volgens de toekomst, denk ik. 94. Ze is goed bezig met sporten, met eten, traint vrij veel. Op de een ja, misschien net niet genoeg talent. Wel de werklust, maar net niet genoeg talent. Ja, maar dat zouden we ook niet gezegd hebben in de periode dat we hem op zagen komen. Nee, maar ja, dat is vaak zo bij spelers. Ze komen op, dan is alles nieuw, dan is alles gaaf, dan is alles leuk. Ja, maar dan zie je toch dat hij talent heeft. Ja, precies, maar daarna wordt het ook gewoon werken. 94. En als je dan even in zo'n periode komt dat het allemaal net niet jouw kant op valt, dan wordt het lastig. Dat zie je bij heel veel spelers. Natuurlijk wel weer 140 gegooid om een eventueel slippertje van Nicholson weer uit te kunnen buiten. Dat heeft hij trouwens voor een streep boven zijn hoofd, Nicholson. Boven zijn wenkbrauw. Geen idee. Met zijn hoofd op een stempelkussen gevallen. 36. James Uruguay 18. Nou, dan gaan we weer. 80. Dat lust hij wel hoor, Wade. Het begint alleen met een enkele 5. Enkele bullseye dan. 55. Ja, en weer een kans 56. Voor Nicholson. Het is de leg van Nicholson. Gaat hij die voor het eerst houden via tops? Nee. En ook weer niet via dubbel 10, dus we tellen er nog twee gemiste dubbels bij. Dat is 1 naar 13 inmiddels. Vijf en dan gaat Wade ook naar die dubbel 10 toe. Daar heeft hij dan die derde pijl voor, hè? Maar die mist hij ook wel eens. Ja, Nicholson. Oh. Nee, dit is zijn avond niet. Dit is gewoon zijn avond niet. Dit is verschrikkelijk. No score. James Uruguay 20. Ja, dat is dubbel 6. Dan gaat hij dus naar dubbel 4. Zo kan je ook een dubbel 10 gooien. James Wade. Tell me he's James Uruguay first. Dit wordt een wedstrijd van heel gauw vergeten voor Paul Nicholson. Zijn toernooi gaat ten einde komen. Net als vorig jaar. Oh nee, vorig jaar na de eerste ronde. Ja, dat zal dan nu na de achtste finales zijn. Beste prestatie blijft daarmee dan toch de kwartfinale van 2011. Verloren van Phil Taylor. Op de Grand Slam of Darts. 100. Ondertussen blijft Twitter vollopen met de suggesties voor de Premier League. We komen er dadelijk absoluut op terug. Maar we gaan eventjes iemand aan het werk zetten die gaat turven voor ons. Want dit is niet bij te houden voor ons. Ik zie ondertussen wel hashtag RTL7Darts. Vier namen in de Premier League weten we. Taylor, Lewis, Van Gerwen, Whitlock. We willen de andere 6 namen van u weten. Wie wil je in de Premier League hebben? Wie verdient het? Of wie vind je gewoon leuk om te zien? Naar wie wil je 15 weken achter elkaar kijken? Daar gaat het eigenlijk om. Ja, het hoeft niet per se iemand te zijn die absoluut de kanshebber is voor de Premier League. Nee hoor. Als je iemand hebt waarvan je denkt, nou ja, dat, zoals ik bijvoorbeeld, Ted Henke, dat zou fantastisch zijn. Je bent niet de enige hoor, dat heb ik al gezien. Er zijn er heel veel die Ted Henke in hun lijstje hebben staan. Ik zie natuurlijk een aantal van de bekende namen wel heel vaak langskomen. Van Barneveld en Anderson en Chisnell. Ah, goede kans hebben denk ik ook inderdaad. Nou, we gaan er dadelijk eventjes achteraan.
En natuurlijk Peter Wright zie ik ook vaak langskomen. Maar ja, dat kan ik me niet zo voorstellen. Maar ook Thornton en Hamilton, ja, de mannen die er al in gestaan hebben. Maar daar komen we er dadelijk op terug. Laten we dat nou doen. Eerst even het laatste lekje van deze partij voor de tweede break. Wade op 164. En dan laat hij een keurig tops over. 101 voor Nicholson. Ja, zo, als het gaat zoals het de hele tijd gaat, dan zal hij er gewoon voor terugkomen. Ja, triple 16 en dubbel 18 kan wel, maar het gaat niet. De enige leg die Nicholson heeft gewonnen is die 11-darter geweest. Dat was de vierde leg, toen kwam hij nog terug tot 3-1. En nu staat het 8-1. 9-1, ja. Wel even, ik moet even het volgende kraaltje op mijn telraam nog doorschuiven, sorry. Tot zo. Ja. Deze lek nog winnen misschien. Maar dan zal het ook wel ophouden. Ja, gewoon een slecht dag. Dat kan gewoon gebeuren. En die staat echt niet in de top 20 van de PDC als je niet kunt darten. Dus dat is het niet. Kansen genoeg gehad, Nicholson, ook in deze partij. 1, 2, 3, 4, 5 legs. Zomaar had hij meer kunnen winnen. Heeft hij meer dan één pijl op een dubbel gekregen. Ja, als je die vijver bij hem optelt en bij Wade vanaf haalt. Dat had het kunnen zijn of misschien wel moeten zijn. 140. Nou, lekkere training voor Wade voor de kwartfinale. Ja, dan zou hij zomaar weer eens op ieders kwelgeest, maar ook toch zijn kwelgeest kunnen stuiten. Veel trainer. Dat zou de kwartfinale zijn. 60. Dat is wel eens leuk voor Wade voor de verandering in plaats van weer Simon Whitlock. Ja. Want het wordt zo saai om steeds van Whitlock te winnen in de kwartfinale. Nou ja, goed, dan haal je in ieder geval halve finales. Ja, hoe vaak is deze situatie niet voorgekomen in deze wedstrijd? Allebei op een gelijk getal ongeveer. En dan Nicholson die het niet uitgooit. Die ook nog eens 83 overlaat. En dit is dan voor de wedstrijd. Een bullseye gegooid. Een enkele bol. Mortabij. Dat lukt. En dan nog een keer de rode. De bullseye. Wade. Ja, ja. Prachtig, prachtige manier om het af te maken. Ook al is het dan geen krachtmeting geweest met Paul Nicholson. En zo kijkt James Wade ook wel een beetje. En een heel zuinig handje. Ja jongens, dit was het dan. 10-1 gewonnen van de SZ.